vrijheid, veiligheid en stabiliteit. Voor een fatsoenlijk Europa is er volgens het CDA de komende jaren heel veel werk aan de winkel. En daarmee presenteert de partij zijn verkiezingsprogramma. Maar wat is er nodig om die toekomstvisie realiteit te maken? Ja, meneer Beres, jullie presenteren een hoopvolle agenda voor een sterke Europa. Leg uit. Nou ja, waar wij voor staan is inderdaad die hoopvolle agenda. Wij vinden dat die Europese samenwerking ontzettend belangrijk is om onze manier van leven te beschermen in de wereld om ons heen. Ja, en als je alleen al kijkt naar de landkaart, die enorme lap land die de Verenigde Staten is, die China heeft, die Rusland heeft, en je kijkt dan naar die Europese kaart, ja, dat zijn allemaal postzegellandjes bij elkaar. En dat laat eigenlijk al zien dat willen wij een beetje sterk staan in de wereld. Maar ja, hoe willen jullie dat dan concreet gaan doen? Nou, kunt u een voorbeeld geven? Kijk, de grote uitdaging die heeft de oud-secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop-Scheffer, goed omschreven. Dat is eigenlijk dat na de val van de muur heeft Europa een strandstoeltje gepakt, een glaasje wijn erbij. En we hebben gekeken hoe Amerika onze veiligheid is gaan waarborgen, hoe Rusland ons van energie is gaan voorzien en hoe China onze spullen is gaan maken. En die afhankelijkheid die heeft ons heel erg kwetsbaar gemaakt. Dus wat we moeten doen is op die drie onderdelen, veiligheid, energie en de maakindustrie, die afhankelijkheden afbouwen. Daar moeten we de komende jaren enorm mee aan de slag. En dat moeten we ook nog op een duurzame manier doen, zodat die afhankelijkheden niet tegen ons gebruikt kunnen worden. Maar dit zegt de VVD ook. Wat is dan het verschil tussen uw plan en die van de VVD? Nou, wat ik denk dat het grote verschil is, is dat wij, we zeggen niet voor niets, een hoopvolle agenda hebben. En niet een heel verkiezingsprogramma met wat we allemaal niet willen. En wat ik denk dat voor het CDA bij uitstek heel belangrijk is, ook ten opzichte van andere partijen, is wij zien die Europese Unie ook als een waardegemeenschap. Dus we moeten niet alleen de veiligheid van onze mensen beschermen, maar we moeten ook onze waarden verdedigen. De democratie en de rechtsstaat. Omdat die ook fundamenteel zijn om met elkaar te kunnen samenwerken en onze manier van leven te beschermen. Maar toch, we kunnen ook niet zonder China of Rusland of de Verenigde Staten. Nee, dat klopt. Alleen, het is wel belangrijk dat de agenda van China is volstrekt helder. Die willen ervoor zorgen dat in 2049 China de dominante macht is en de rest van de wereld afhankelijk van hen. Ja, dat is niet in ons belang. Een wereldorde geleid door China is niet in ons belang. En dat betekent dat wij er alles aan moeten doen om minder afhankelijk te worden. En tegelijkertijd, handel met China blijft ook belangrijk. En is het ook belangrijk als wij niet voor alles helemaal onafhankelijk kunnen worden, dat wij ook dingen blijven maken met innovatie, met onderzoek, die andere landen weer van ons willen. En dan hou je ook een goede balans, een wederkerigheid zoals dat heet, die op dit moment volledig uit het lood is geslagen, want wij zijn afhankelijk. En daar hebben we gewoon een probleem. En moeten we dan weer de mijnen gaan openen? Nou ja, dat is een van de zaken die we moeten doen. We zien dat we op het gebied van kritische grondstoffen afhankelijk zijn van China. Bijvoorbeeld de magneten die in windmolens zitten, die komen voor meer dan 98% uit China. En wij zijn natuurlijk als Europa best hypocriet geweest. We hebben die mijnbouw lekker ergens anders laten plaatsvinden in de wereld. En wij hebben het goedkoop opgekocht. Nou, op het moment dat je merkt dat je minder afhankelijk wil worden, en dat willen we, dan betekent dat ook verantwoordelijkheid nemen. En daar in Europa, waar dat kan, gezamenlijk investeren in een zo duurzaam mogelijke manier van mijnbouw. Wetende dat dat impact gaat hebben op de omgeving. Maar als je minder afhankelijk wil worden, hoort dat er ook bij. Maar hebben we alle grondstoffen wel in huis dan in Europa? We hebben een hele hoop. Zeldzame aardmetalen. Bijvoorbeeld lithium. Ja, hebben we ook. Dus in Tsjechië, in Frankrijk. Het zijn alle, zelfs in Limburg, daar gaan we het overigens niet vandaan halen. Maar er zit op allerlei plekken zit in de bodem. Waarom heet het alleen in Limburg? Nou, omdat wij in Nederland een vrij dichtbevolkt land hebben. En ik nu plekken zie in Europa waar we gezamenlijk kunnen investeren, waar dat echt wel makkelijk kan. Noord-Zweden is daar een voorbeeld van. Maar dan gaat u dus eigenlijk werk verschaffen in het, wel binnen Europa, maar wel in het buitenland? Nou, niet werk verschaffen. Wij gaan samen investeren om minder afhankelijk te worden. Okay. En dat kunnen we beter samen doen dan dat ieder land dat op zich gaat doen. Dus daar geloof ik in. Ja. Meneer Bontebal, in de peilingen staan jullie nu op 2 zetels. 2 minder dan wat jullie nu hebben. Hoe krijgen jullie de CDA-kiezer weer naar de stembus? Nou, het mooie is juist dat we hebben natuurlijk bij de verkiezingen bij de Tweede Kamer op 22 november een flinke tik gekregen. En sindsdien zie je dat de energie enorm weer terug is in de partij. Dat merk ik aan alle gesprekken die ik op straat heb. Dat merk ik ook aan de e-mails die je krijgt. Dus het CDA is zichzelf echt weer opnieuw aan het uitvinden. En ik hoop dat we dat 6 juni gaan terugzien. Was dat niet nodig, die tik? Ja, dat zal de geschiedenis uitwijzen. Natuurlijk vind ik het heel vervelend dat wij die flinke klap hebben gekregen. Maar het heeft ook veel goeds gebracht. Zoals? Wij moeten op een hele andere manier werken. Je wordt gedwongen veel meer focus in je onderwerpen aan te brengen. Zijn jullie achter de schermen gewoon bij elkaar gekomen en hebben gezegd van oké, we gaan nu even die agenda helemaal omgooien? Ja. Dat soort dingen gebeuren. Dus je reorganiseert, dat is het meest pijnlijke. Dus je moet mensen gewoon ontslaan. Ja.
op je fractie, hè, want we hebben een groot aantal medewerkers. Maar je gaat natuurlijk in je partij ga je met elkaar nadenken van wat wordt je strategie? Hoe ziet het politieke landschap er nu uit? Hoe verouderen we ons ten opzichte van de nieuwe coalitie? En vooral, wat wordt gewoon je kernboodschap? Mm-hmm. Waar zit nou het echte onderscheiden van het CDA? En wij hebben gewoon gezegd, dat is dat kernverhaal waar we het altijd hebben gehouden. Namelijk die focus op een verantwoordelijke samenleving. Ja, dus we hebben het over de markt en over de overheid. Maar Nederland wordt alleen sterker als we de samenleving sterker maken. En dat is wat ons belangrijkste fatsoen? Punt is. Maar fatsoen? Wat bedoelt u daarmee? Nou, fatsoen is denk ik wat we allemaal merken als wij filmpjes op social media zien waarin voetbalsupporters of pro-Palestina demonstranten en mee eens in elkaar proberen te timmeren. Dan snapt iedereen dat dat onfatsoenlijk is en dat we zo'n samenleving niet bouwen. Goed.